Uw vrouw draagt keurig een mondkapje. Ja. Waar is die van u? Dat zal ik je laten zien. Als het aan de burgemeester ligt, dan worden mondkapjes in publiek toegankelijke binnenruimtes, zoals winkels, gedragen. Maar de overheid heeft het niet verplicht. Dus doen de Amsterdammers het dan ook? Natuurlijk. We moeten er vanaf van het virus. Dit is het mooiste mondkapje wat ik tot nu toe heb gezien. Nou, dank u wel. Doe ik hem goed op? Deze bevalt prima. Ik kan hier gewoon normaal door ademhalen en hij beschermt toch wel. Dus. Het is een klein moeite. Zo'n dingetje in jouw zak. Een beter mondkapje is er niet, toch? Nee, toch? Sommige winkels hebben zelf een mondkapjesplicht ingevoerd, zoals bijvoorbeeld de Bijenkorf. Als je daar een bent vergeten, krijg je er zelfs een uitgedeeld. Maar loop je dan een paar meter verder naar de H&M, dan is daar geen mondkapjesplicht. Al wordt het wel sterk geadviseerd. Iedereen wel of iedereen niet, maar het ene wel, andere niet. Het is altijd opletten geblazen, dus het is niet duidelijk. Ik vind dat het verplicht moet worden. Nou, laten we eerst maar eens kijken hoe ver we hiermee komen. Ik denk dat heel veel mensen meedoen. Opvallend genoeg ging het gesprek in de Kalverstraat niet over de mondkapjes, maar over de enorme stilte in de straat. Triest. Ik ben econoom en dit is echt heel erg. Het is nooit zo geweest. Dat het zo stil is. Ik denk dat een heleboel winkels ook om gaan vallen, hoor. Wat gaat dit betekenen als u dit zo ziet? Heel erg. Geen enkel econoom gaat je vertellen wat dit zou betekenen. We hebben dat nooit bestudeerd. Maar als u zo om u heen kijkt, kunt u een inschatting maken? Dit is heel erg en het enige wat de regeringen moeten doen, moeten geld persen. En maar hopen dat iedereen het volhoudt totdat er een vaccin komt.